Dag, beste kijker. Als u deze voormiddag al heel even buiten bent geweest, dan zult u het al wel gevoeld hebben. Het is redelijk fris, dus u heeft dan al een frisse neus kunnen halen. Nu, die temperaturen die blijven voorlopig redelijk laag, zowel 's nachts als overdag. We kregen er deze voormiddag ook veel zon bij. En die zon die kon schijnen op ja, een beetje sneeuw in Hoog-België. Daar ligt het wat winters bij. Elders is het genieten van zonneschijn, maar in de loop van de namiddag gaat er toch meer en meer bewolking onze richting uit. Uitkomen. We zien hier een wolkenband over Nederland en die is de afgelopen uren al naar ons toegeschoven en die gaat dus langzaam van noord naar zuid. Daar zit misschien een beetje neerslag in, wat lichte regen of een buitje. Nu, veel stelt het niet voor. En zeker over het zuiden van het land, het zuidoosten, daar gaat het vandaag nog droog blijven en gaan ze dus ook het langst nog zonnige momenten hebben. In de loop van de nacht gaat die storing dan wel wat verder trekken en blijft die dan wat slepen over ons land. Maar deze hoge druk zorgt er dus voor dat uit die wolken weinig of geen neerslag valt. We krijgen ook de komende dagen nog altijd ja, die noordoostelijke of noordelijke aanvoer van frisse lucht. Dus de temperaturen gaan zowel morgen als overmorgen redelijk laag blijven liggen. Maar die hoge druk die zorgt er wel voor dat het droog blijft, of toch grotendeels droog. Vanmiddag kan er mogelijk een beetje neerslag vallen in het noorden van het land, vooral het noorden en het centrum. Kans op een beetje lichte regen of een licht buitje. En dus over het zuidoosten blijft het nog droog, met temperaturen tot hooguit 8 of 9 graden. Tegen vanavond, ja, misschien het noordoosten, dat die neerslag ook een winters karakter krijgt, dat er een beetje korrelhagel valt. En dan volgende nacht alweer ja, redelijk koud weer, met eerst nog wat neerslag. En in de Ardennen kan dat ook winterse neerslag zijn. Nu in het zuiden blijft het waarschijnlijk wel droog. En dan later, na middernacht, wordt het overal droog. Met wel vorming van wat lage wolken en kans op mist. En die mist die kan aanvriezen in de Ardennen. Met daar dus een temperatuur die kan wegzakken tot min 3 graden. Voor Vlaanderen en Brussel zijn dat minimaal tussen 0 en plus 3 graden. Een redelijk koude nacht, dus morgen een redelijk koude start. Met zonneschijn later op de dag, na het ochtendgrijs, gaat die zon er stilaan meer en meer doorkomen. Maar die temperaturen blijven laag. Zo'n 8 graden meer gaan we niet krijgen. Overmorgen gaan we 9 graden. En dan krijgen we zonneschijn. Maar er zijn af en toe ook nog wel wat wolken die ervoor schuiven. Blijft wel droog. Nu, ook donderdag zien we in de loop van de dag wat meer wolken onze richting uitkomen. Maar ook dan blijft het grotendeels droog bij 8 graden. En dan voor vrijdag afwisselend zonwolken. Temperaturen klimmen al een tikkeltje hoger, 10 graden. En dan vooral in het weekend ja, is het toch genieten geregeld van wat zonnige momenten, zaterdag en ook zondag. En stilaan wordt het dan zachter. Tegen zondag zitten we bij maxima in de buurt van 17 graden. Meer daarover in latere weerberichten, dus heel graag tot dan. Dag.